Yo beste kijkers van DVS Team en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering. Deze keer niet in het mooie westen, maar in het mooie oosten. We zijn gearriveerd bij Jelmer Simmers. Yo Daan. Vannacht ook een lekker nachtje gevist samen. Ja, we hebben al een sessie erop zitten. Ja, moet je kijken. Alle spullen staan hier buiten. Zo, dat heeft gepast hè. Ja, in een kleine autootje. Ongelooflijk. Ja goed, en vannacht, ja, de resultaten kan je jou weer zien. Een goede sessie gedraaid. Ja, nee, ja zeker. Morgen nog even wat leuks te zien. Ja, dat was mooi. Ja, lekker. En nu hebben we een hele drukke dag, want Jelmer gaat eerst een roer ophalen. Ga ik even een stekkerpezen in zijn achtertuin vissen. Ja, jij gaat stiekem in mijn achtertuin zitten. Ja. Even een dikke bak vangen. Dat zou ziek zijn. Dat zou ziek en ja, dan gaan we op naar een volgende sec. Ja. Goed, dan moeten we alles weer de auto inrammen en dan opbouwen. En dan zien we het wel. Een paar mooie dagen voor de boeg, toch? Ja, we hebben nog wel even vanaf 4 uur regen. Zie je straks. Yo. Yes, hier liggen mijn spulletjes. En hier is het welbekende putje in Jelmer's achtertuin. Misschien kennen jullie het wel uit Jelmer's video's. En Jelmer is nu even zijn broer ophalen en ik ga het hier even proberen. Schijnen een hele mooie vis te zwemmen. Heb ik ook wel gezien in de video's van jou, maar. En ja, er ligt wel aardig veel wier, dus ik ga er één ronnie uit leggen. In de Vargo hier zo. Althans, Vargo, je kent er niet varen. Maar goed, we gaan eens even maken een uurtje. Ik heb hier alle spulletjes staan. Ik zal het even lekker optuigen. Nou, daar liggen ze dan hoor, de klappers. Eentje met de scopers en eentje met de bubblegum. We gaan één ronnie en één grondaasje vissen. Maar goed, ik heb maar weinig spulletjes, maar weinig tijd. Een uurtje of twee. Of anderhalf uur gaat het straks regenen. Donkere wolken komen er aan. Ik kan nu nog wel een klein beetje genieten van het zonnetje. Nou lekker. En ja, meisje vertelt gewoon lekker in de Vargo vissen. Even kijken of we een lekker klein visje eruit kunnen trekken. Zo, dit is natuurlijk wel echt helemaal genieten. Zo in je achtertuin gewoon echt je eigen vijvertje hebben. Nou ja, dat heb ik niet in mijn normale achtertuin. Dus ja, we gaan er toch maar even goed voor nemen. Ik heb de hemmetjes uitgelegd. En ze liggen prachtig in de Vargo. Deze unit ligt hier op de koppie. Deze met de ronnie daar op het koppie. Ik heb ze allebei een aantal keer ingegooid. Om te kijken of er geen wier aan de haak zat. Nou, als het goed is, lig ik op een beetje schone plekjes te vissen. Kijk eens, hebben we hier het speciale krachtvoertje. Dat zijn de Orwens Fishhoer Pellets. Daar heb ik allebei een heel klein schepje van, per stek. Even kijken of we daar gaan komen. Daar heb je het. Kijk, hoppa. Perfect. Dan heb ik hier nog een schepje. Ook niet te veel. Voor boven op de ronnierig. Visueel zeer aantrekkelijk. Eén grote oranje drap op de bodem. Met een roze pop-upje erbij. Ja, dat ligt ongeveer wel goed. Doe nog een klein beetje erbij. Niet te veel, niet te gek. Het is maar een klein vijvertje. Juist. Kijk, als het goed is. Hebben we nou ongeveer een uurtje of anderhalf uurtje. Gaat ik daar lekker bij het tuinhuisje zitten. En hopen dat we hier alvast een vis kunnen vangen. Het zou een leuk begin van de video zijn. Jongen, hey! Oeh, lekker spelen! Daar hebben we hem weer, man. Ja, daar is hij weer. Yes, ik heb de hengeltjes op scherp liggen. Ik ben benieuwd, man. Ja, hoe lang hebben we nog? Ja, eigenlijk maakt niet uit. Ik hoef mijn vader niet meer weg te brengen. Dus wanneer we zin hebben, kunnen we wel naar het kanaal toe. Nou, dan moeten we even kijken hoe laat het regenen. Ja, inderdaad. En, kijken of ze hier een beetje actief zijn. Ja. Dan blijven we nog even een uurtje hier of zo. Dan gaan we die auto volknallen. Precies. Lekker, hè? Even lekker douchen nog en dan gaan we knallen. Ja, best. Nou, de hengeltjes achter het riet liggen er nog aardig stil bij. Het begint in één keer lekker met regenen. En dat is geen probleem, want ik zit hier wel lekker droog. Alleen mijn grote vriend Jelmer, die is lekker aan het douchen. Dan moet je even kijken. Al onze spullen. Stretchen, slaapzakken. Lig hier buiten in de regen, mijn jas, daar verderop de speaker. Dus ik moet even wat gaan vinden ergens in de schuur om alles droog te leggen. Anders wordt het vannacht lekker nat slapen. Yes, maestro. We gaan weer, hè? Ja, helemaal ingeladen. We hebben onszelf even lekker opgefrist, gedoucht. Ja, man. Ja, en op naar de stek. Je hebt het voorgevoerd. Eergisteren, als het goed is. Eén dagje voorgevoerd. We gaan naar een mooi stuk kanaal toe. Ja. En we gaan wel zien wat eruit komt. Ja, toch. Eerst een boodschap doen en gaan met die banaan. Ja. Hey, thanks. De manager van Twinkarp.nl. Nee, ik ben Jelmer, hè? Oh ja, dan hier de manager. Dat is toch... Oh nee, dat is wel Jelmer. Nee, ah ja, ik wou net zeggen. Ja. Ik was zelf ook even de kluts kwijt. Soms snap ik het zelf ook niet helemaal. Nou, het is echt lastig. Hè. Yes, daar ben je hem. De man, de enige echte van Twinkarp. Morgen. Niet de manager, maar de hoofdbaas. En goed, we zitten weer voorgepakt. Het past allemaal net aan. Nee? Voor twee mensen spullen in de auto. Camera's ermee, we gaan even boodschappen doen. Dan opbouwen. Komt helemaal goed. Ah, kijk die hond van jou. Ja, die gaat ons missen, die gaat jou missen. Oh ja, joh. Volgende keer weer. Dit jaar 15 sessies samen? Ja, vorig jaar hebben we een nachtje of 15 gevist, als ik me niet vergis. Ja, dit jaar weer minimaal, hè? Dit jaar gaan we eroverheen. Yes. Yes, daar gaat-ie.
Hier mijn simmers. Hier zijn mijn spullen. Ja, we zitten een paar meter verderop. Ik zit hier zo achter het gangetje, verstopt. En ja, we gaan lekker snel opbouwen, want het gaat ieder ogenblik beginnen met regenen. We hebben weer een hele lading aan spullen mee, het is abnormaal. Maar goed, je moet er wat voor over hebben. Dan hebben we alles. Zo, daar zijn we dan. Aangekomen op de stek, het kanaal. En ik heb alle spullen op de stek gekregen. Het gaat over 15 minuten gaat regenen, dus ik ga als de wielen weer die tent even opbouwen. Die hier zo ligt. Nou, 3, 2, 1. Hop, hoppakee, en daar staat hij dan in één keer. Wonderbaarlijk hoe snel het gaat. Ik heb al mijn spulletjes vast even droog gezet. Het is tijd om de hengels op te gaan bouwen en te gaan beazen. We gaan zo even een klein rondje met de drone maken. Even kijken of we een beetje vis kunnen spotten hier en daar. Hopen dat het zonnetje nog heel even een klein beetje tijd geeft. En goed, Jan gaat even naar huis. Die is de saunabos vergeten. En ja, voor de rest wat wachten. Nou, de steunen worden in de grond geprikt. Hoppa. Drone wordt gelanceerd. Oeh. Dat scheelde heel weinig. Ja, mooi, hè? Gaan we eens even kijken of er vis te zien is. Oké, okay, yes, de hengeltjes zijn klaargemaakt. We gaan wederom proberen met een ronhier een karper te vangen. Met de bubblegum van tijgenhoudkoop.nl. Voor de rest ga ik bijvoeren met de Scopex Boily. Die heb ik aan de andere kant van de hengelbaas. En ja goed, we gaan ze even ingooien. We zijn nog steeds bezig met de drone. En ja, ik denk dat ik er eentje richting de balk ga vissen. En eentje richting de lelies hier zo. De merken zijn al aanwezig. En goed, we gaan ze het water knallen. En dan even lekker naar Jomen toe. Even kijken hoe het daar gaat. Of, daar heb je hem. De man. Hé jongen. Ontvangertje even thuis opgehaald. Ja, lekker. Koffie. Koffie erbij. Ja, lekker. Hey, ik heb mijn hengels klaar. Mooi. Ga ze inknallen. Ja, gaan we doen. Ietsjes verder. Twee hengels gaan we nu voor. Hoppatee. Ja, perfect. Echt perfect. Voor de balk, slip dicht. Ja, ik denk dat de hengels ongeveer 2 meter aan elkaar liggen. Ja. En voeren zo meteen. Oké dan. Jij mag het even bijvoeren met het voerschep. Hoppa. Niet al te veel. Allemaal tegen het balkje aan. Twee handjes. Kijk, prachtig. Er zijn veel meer koeten en witvis. Dus, Ja, nou kijk, ze zijn gelijk aan het duiken. Kijk. Ja. Gelijk. Ze zijn gewoon gewend hier. Ja, kijk. Hij gaat gelijk duiken, hè. Wat een naai. Yes. Ze noemen jou toch ook de Achterhoekse voerkoning? Ja, voer is wel echt een van mijn hobby's. Ken jij jouw hengels? Liggen op scherp? Ja, ik heb 3 hengels helemaal op scherp liggen. Dus, Dat is ziek. Kijk, we zijn hengels zien. Dit is de stek van jou, maar zoals je ziet liggen de hengels er ook mooi bij. Je ziet slecht door de belichting. Maar goed, nou, komt goed, hè? Yes, aangekomen bij de stek van jou, maar. Ja, man. Lekker aan het pieperen. Jij hebt ook 2 hengels uitleggen? 3. Drie? 3 zelfs, ja. 5 keer zoveel kans als 1. Ja, lekker hè? Nou, het ziet er hier mooi uit, man, joh. Ja, zeker. Ik ben alleen bang voor meervallen. Ja, nou, dat vind ik niet erg. En er zwemmen niet veel. Ja. Niet erg, maar. Oh, de jasjes gaan uit. Lekker. Lekker, man. We zijn in het oosten, dus een keertje, ja, geen hamburgers, maar... Sperrips. Ja. Heel anders, hè? Lekker, ja, man. Ja, 2 kilo bijna. Ja, ziek. Met genieten. Oh, joh. Ja, daar word je blij van, of niet? Zo, lekker hè? Hebben we verdiend. Wat hebben we nog meer? Een overdaantje. De barbecue. Oh, nou lekker. Lekker, man. Hoppa, en wat hebben we nog meer? Zo, jezus. En nog een bak. En zo. Helemaal stomen. Kijk dan. Ja, dat hebben we verdiend, hoppa, toch? Hoppa, super, joh. En dan die karpen en dan kan het niet meer kapot. Sowieso. Iets smakelijk. Hij weet niet. Zo, Daan, eerste actie. Yes, eindelijk. Dat was een mooi sprintje. Maar je hebt een vak erop erin. Wat zou het zijn, brazen of zilt? Brazen. Hij gaat door de lijn. Fijn. Altijd fijn. Nou, zal ik even 2 hengeltjes opnieuw ingooien. Een zilt. Een beste zilt. Inke. Hoe blij ben je hiermee, Daan? Ja, gelukkig is het nog niet donker, dus ja. Ja. We gaan de zilt even onthaken. Nou, toch tenminste een visje in brazen. Ja. Ja, gewoon alles opnieuw ingooien. Even de boys erbij schooien. Komt goed. In ieder geval actie, ja, Daan. Ja, ze zitten er. Alle witvissen zouden er... trots op mij zijn. Ik vind het ook wel een mooi formaat. Hij is aardig druk. Hij vocht er wel een beetje. Sterk was hij ook, hè? Ja. Ja, flinke zilt op zich. Op de ronde hier. Hij mag gelijk weer zwemmen, want we gaan de hengels zo snel mogelijk weer teruggooien. Ja. Karpen moeten zitten. We gaan voor het beste. Dokterschot. Wat doet hij nou?
Zo, goedemorgen jongens. Ik ben net wakker. Daniel slaapt nog. Geen actie gehad. Balen, balen, balen. Ik ga zo even Daniel wakker maken en kijken wat het plan is voor vandaag. Want er moet natuurlijk wel vis gevangen worden. Kijk eens. Een hele goede morgen jongens. Het zonnetje breekt lekker door. En we zijn eigenlijk slaaploos de nacht doorgekomen. Slaaploos. Heel goed slaap door de nacht ingekomen. Ja, jongen, zeg het maar. Er is helemaal niks gebeurd, hè? Helemaal niks gebeurd. Twee nachten blij dat we niks gevangen hebben. Maar goed, we hebben nog iets gedaan. Vandaag ga ik weer met jongen Simmers. En andere stack. En we gaan even kijken of het dan wel lukt. We gaan zo meteen alles even inpakken, ontbijten. En dan op naar de volgende sec. We zitten een beetje te kijken. Zaterdagnacht wordt 1 graden. Zondag overdag wordt het 26 graden. Dat is de perfecte dag om te vissen. Dan moeten we vissen. Yes, zitten we dan. Helemaal voorgepakt. Gaan we weer. Ja, echt. Nog veel meer spullen dan gisteren. Ja. Goed, we gaan op weg naar Jammer's huis. Dan gaan we even eten. Relaxen, opfrissen, ja, en dan op naar het volgende water. Ja. Nou goed, de spullen staan even uit de auto. We hebben net ons buikje. Heerlijk, heerlijk lekker gevuld bij Jammer's Simmers thuis. We gaan nu weer heel de auto volknallen en op weg naar nachtje nummertje 3. Nummer 2 voor het DV Vis Team kanaal. En goed, daar heb je hem. Yo! Jij bent er klaar voor? Lekker, lekker. Kijk, lekker, lekker. Gaat het passen, jongen? Ja, als we een beetje ons best doen, dan moet het passen. Met poppen past alles. Zo, die Jammer heeft thuis even snel een nieuwe trolley geregeld. Ziet er een stukje stabieler uit. Ja, ja. Nou goed, de spulletjes worden opgeknald en dan gaan we onderweg naar stack nummertje 3. Goed, even kijken of we vanaf wel een karper kunnen landen. Maar de weer zit mee, de zon schijnt en het blijft droog. En ja, we zitten op een ander kanaal, heel ander stuk. Ja, en we gaan even vangen. Dit wordt onze overnachtplek. Lekker luxe tafeltje erbij. Nou, deze bomen zitten echt helemaal vol met nesten. Je kan het ook een beetje horen. Dus de nachtrust zal er weinig zijn. Maar vangen. Vangen komt wel goed. Ja toch? Ik ga even mijn pop-upje uitloden. We gaan een 20 mm pop-up vissen. Mijn wonder pop-ups. Lekker. Maar die moet natuurlijk perfect staan. En staat hij dat? Bijna wel. Oké, netjes. Beetje iets meer poetie eraan? Of een beetje pop-up eraf? Minder curve erin. Poetie is wel goed. Hij was een grootste fan ook. Altemaal, alle hengeltjes worden op rij klaargemaakt. Dan gaan we ze lekker inknallen. Mag jij mee vissen, als ik vragen mag? Ja, ik ga eentje met een pop-up vissen, 20 mm. Andere met een gesloopte 18 mm. En deze een dubbele 18 mm. Die gaat wat dieper. Yes. Even het bakkerichtje, hè. Ja, hebben we nog een snowmannetje en een rollingricht. Doe eens gek. Alles uitproberen. Ja. We staan op de brug. Aangekomen bij de stek van meneer Simmers. Nou, we zijn nu even aan het kijken hoe diep het is. Gewoon met een ouderwets leutje. En hoe voelt het aan? Het voelt aardig zacht aan, maar wel bevisbaar met een helikoptersysteem. Diep? Ja, oh, kijk. Als je een halve meter verder gaat, hard? Dan is hij hard en we zitten achter een rotsblok vast, dat is helemaal niet erg. Weet je dus dat de steenstort gaat? Muur vast. Echt terug naar de brug. Maar dat is wel een goede stek, jongens. Dat is goud. Dan kun je net achter vissen. Maar als je weet, dan moet je wel gelijk oppassen voor die stenen. Ja, dat komt wel goed. Ik vis drop-off, dus mijn lood los ik direct. Kijk, zo zien we het wel. Maar eerst moet ik zelf even mijn lood los zien te maken. Nou, de tenten staan aan de overkant. Mijn hengels staan daar naast het pingtafeltje in het gras ergens. Kun je net niet zien en ik sta nu aan de overkant. We gaan namelijk even bijvoeren. Ik zit aan de andere kant van de brug dan jullie om te vissen. Die zie je daar in de verte ook nog staan. En ja goed, je ziet hier vanaf de kant rond een half meter aan meter zie je over plompe water liggen van die lelies. Die gaan denk ik anderhalf meter door. Dus goed om te weten, goed dat ik aan de overkant heb gekeken. We gaan het hele randje hier zo bevissen en bevoeren. Met de Scopex en de hot tuna bollen. Hoppa. Alles rustig. Beetje in de ladies, ietsje verder misschien. We hebben nog een paar handen pellets. Kan heel brazen gevoelig zijn, maar we willen liever actie op de stek dan helemaal niks. Dus we gaan het meemaken. Halibut pellets. Vinden ze heerlijk. Dan ga ik naar de overkant. Even uitwerpen. Karpen.
Met tegen licht. Maar goed, we staan er. Wacht maar. Ja. Yes, we waren net een avondeten. Ik heb hier die gaten in één keer als een gek vandoor. We weten nog niet zeker of het karp is of meer van, maar het is een, in ieder geval flink sterk. We blijven de diepte opzoeken. Ja, we gaan even meemaken wat het is. Hij is sterk, hè? Ja, ik denk een karp. Ik denk het ook, anders was hij net nog wel doorgegaan. Nou, dat is raar. Dit. Hij keert zijn kop snel. Ja. Okay, zullen we even verderop gaan staan en hem samen scheppen? Gaan we doen, man. Laten we zo de vis zien. Veld. Zo, we waren even druk met de filmen. We hebben oude fans hier, hè. Hij is dik, hè? Heerlijk. Dat is echt niet normaal. Ja. We moeten hem even van dichtbij zien, maar... We hebben hem heel even kunnen zien in het water, hè. Monster. Eerlijk? Ja. Ja, het is monster, hè. Even hier zijn voor die belichting. Heb je hem al onthaakt? Ja. Ja, hij ligt op de kant daar. Oké. Okay. Het zonnetje schijnt nog steeds. We zitten pas een uurtje of twee. Moet ik hem net wegdrukken? Doe maar. Zo, het is echt een monster. Wat een bak, hè. Holy shit. Heel ziek dit. Ja. Ja, zo ga ik even wegen. Heerlijk. Danny heeft het net gemist, dan komt hij aanlopen in de vette. Kijk, hij gaat gek worden, hè. Ja, dankjewel. Hey Danny, 30 hè. Nou, dat is wel meer. Ik heb hem niet goed afgedaan. Je bent net weg. Hè? Ja, voor die overkantje. Ja, voor Daniel, ja. Oké, Ja, het valt toch wel 16 kilo. Ah, 16 kilo'tjes. Ah, kan niet goed. 16 kilo din. Hoge spiegel gek. Lekker. Abnormaal. Toch, hè, eindelijk. Derde nachtje. We denken, we gaan lekker aan de andere kant zitten. En binnen nog 2 uurtjes de eerste vis op de man. En wat voor een. Op het overkant hengeltje. Ja, kijk, wat een beuker, hè. 16 kilo. We hebben net avondeten gemaakt en toen kwam deze jongen even langs. Ja, dat is toch een goed begin van de sessie, joh. Sowieso. Ja, ik kan de andere kant nog even snel laten zien. Ja, is op. Bijna, oké. Okay. Top. Kijk maar. Echt een beuken. Gaan we lekker terugzetten. Je jongen, kijk eens. Ja. Moet je altijd even een goede raad mee geven. Niet uitgescheurd. Heel klein haakwondje. Maar toch even voor zorgen, jongens. Beetje karp erop. Precies. Dan mag je zwemmen. Yes. Lekker. Ja, die gaan we even vieren. Ja, ik dacht, ik ga ook even zo daar met een stukje kast. Kijk, daar gaat hij. Lekker man, bro. Kijk dan, wat een buffel. Dik van boven. Hij bleef ook diep deelt, hè? Ja, gek. Lekker, jongens. Lekker. Ja, lekker gewerkt. Hopen dat ik hier niet doorheen zat. Lekker. Ja, maar lekker gewerkt, joh. Het was even strijden het water in, zeg. Ja, maar maakt niet uit. Is goed, toch? Ja. Hé, hey, na één komt er sowieso nog één. Sowieso altijd. Mr. Simmons. Yes, yes. Eindelijk een visje op de mat. Yes, blij mee, man. Ja, goed. Het zonnetje is net ondergegaan. Uurtje van 8:30, 9:00. En we gaan lekker burgertje eten. En je wacht op de volgende run. Gaat het nog? Oh, rennen gek. Het was die roze, hè? Zo een rennen gek, echt niet normaal. Staat hij dan? Nou, onze stek is daar. Moet je die kraaien even horen, joh, in de bomen. Wordt lekker slapen, hè, joh? Heerlijk. Heerlijk. Hey yo, wat is er aan de hand? Ieders twee. Nou, goedemorgen jongens. Echt 1 minuut geleden lag ik nog te slapen. Komt in één keer iemand aanrennen en die zegt: "Mooi, wat kan we doen? Wat kan we doen?" Nou, dat is deze keer niet erg. Ja, goedemorgen. Kijk eens, hoe laat is het eigenlijk? 9 uur. 9 uur, de man die heeft verse shooter gedaan is. Allemaal nekchickens meegenomen. Hartstikke idee. Zo, je bent een fucking baas, man. Hoppa. Deze kerel. Hey, hey jongens. Hey. Nou, eet smakelijk zou ik zeggen, kijk. Ja, eet smakelijk. Dus dit is even een keer wat anders, jongen. Zeker. Je verzorgt mij wel goed hier in het oosten. Ja, jongens, ja, bedankt, jongen. Ja, sowieso. Zijn lijkt dat bij Jan. Wat doen jullie Jan met hier, hoor? Yes, er staan de spullen. Hier, heel oudertje voor geweest. Dat was hem dan, Daniel.
Ja, was een leuke sessie, hè, maat? Sowieso, sowieso. Hey, heb je nou de eerste video nog niet gezien? Abonneer dan even op twincar.nl en kijk even op het kanaal daar zo. Links staat in de beschrijving. En dan ja, goed. Dus jullie volgende week weer met weer een goed nieuwe video. We gaan keihard doorknallen.